Hallo mensen van YouTubers en welkom weer op Zintuigkraft. En we gaan weer verder met ons bezoek in dit park. En we staan nu bij de volgende attractie, de Phyton. Ja. Hier heb ik de dingen is ook aanwezig. Wat een pensel die jij nou, ja. Dus, ja. Nou, hier is Pietje Phyton, die hebben zijn sprookjeskracht nu niet. Dus we pluspunt hier. Pietje Phyton. Oh ja, nou is het goed. Pietje Phyton is in het echt de meidlat van de attractie, dus, ja, moet je daaronder. Ja, Jens is wel de meidlat, dus no worries. Ja, nee, graag, dat is priest. En ja, dat is de meidlat zelf, die 12 staat voor 1,20 meter. Dus. Maar ja, boring pas. En verder mensen, we vergelijken het continu met sprookjeskracht. Dus ik ga ooit eens een vers video maken over die twee parken. Tering. Ja, nu is het wachten op. Ik ben er bij de uitgang, ik kan gewoon niet zien of er iemand aan het besturen is. Ah. Oké. Yeah, boy! Godverdomme. Ja, Jens van de Kwik aan de pot op tralla. Ze hebben die wachtrij niet vernieuwd, what the fuck. Dat is hoe de wachtrij vroeger bij lag. Ja, jongens, stop hem. Jonas. Sommige attracties in de Efteling hebben echt saaie wachtrijden. De Phyton is er een van. Ja, dat is waar. Wow, mensen de trein, welkom. Maar de meest saaie wachtrij van de ganse. De fuck, je kunt er al in op doen, man. Dat zijn wel krappe dingen, krappe karretjes. Yes, gezellig, samen naast elkaar hebben. Dat is de fucking krappe, man. Oh, gezellig. We zijn nu precies op Droomcraft, jongen. Daar is er ook helemaal een Donald Duckskin. De owner, denk ik. Welkom in de ride van Fast Enterprises. Bewegbare. Bij ons hebben ze hier in het park wel een sprookjeskracht alweer niet. Oh, het wordt een lastige versvideo als die aankomt. Oh boy, dit wordt een nice ride. Een nice ride. Ja, maar het is wel traag, maar gaat. Och, de achtbanen van tegenwoordig die gaan 30 per uur naar boven. Binnenkort zijn de modules in onze server al klaar. Ja, dat zegt hij wel. Ik heb een dikke fout gemaakt, waardoor de modellen veel te klaar zijn. Dus ik moet eigenlijk een beetje... Hoe moet dat dan? Hoe ga je dat groter maken dan? Ik weet al hoe, maar dat is een tekening. Ik heb dit moeten tekening gewoon groter maken. En dan word ik al ziek dan, mensen. Goed. Oké, we zijn boven. Oh boy. Let's go, de Phyton alweer. Ze hebben eigenlijk hetzelfde systeem als ons, zie ik direct. Ze hebben ook geen bordjes bij de ride, wij ook niet. Ja. Hij zit wel niet in het midden, hè? Ja. Ja. Ja, ik weet niet of het dan of het normaal is of we gaan redelijk traag, maar het zal wel niks zijn. Fuck, die zwijft wel redelijk. Die vliegt wel redelijk hoog boven de baan, hè. Dus ik er niet echt op. Ja, jeetje. Oké, dubbele kroepentrekker. Let's go. Woo! Oké, foto. Yeah. Wow! Dat is wel een nice flitsje. Geile foto's mensen, want ik ga alle YouTubers. Welke gaan we nu treffen? Jens, ga je die even aanraken? Ja, mensen, mijn audio staat aan, maar ik, ja, misschien is hier geen audio, ik weet niet. Zeg je welke ruit we gaan treffen? Gaan we een doen die open is ofzo? Nee, zeg gewoon een. We gaan het kinderspoor doen, maar die is open. Niks zeggen.
Ah nee, we zitten hier vast. We gaan ook niet te veel attracties doen en voor jou mensen, we zien dat het geen 20 minuten duurt, want dat is rap gebeurd zonder dat we het merken. Kom maar, doe open die beugels. Ik zal wel... Ik kan precies niet... tippen wanneer je in een trakje zit. Wel iets minder vind ik hier het licht. Sprookjeskrift is echt zo'n... verkeerslicht. Dat is een groen, rood en zo. Ja, Jentje van de Kweek. Welke ride gaan we treffen? Kinderspoor. Ja, die is al... muziek is terug. En die kennen we ook natuurlijk van Sprookjeskrift. Alleen die heeft geen model en deze wel. Wacht dus... even, Daniel. Wacht, joh! Stoppen en botsen is verboden. Instap met die dikke pens, jong. Ik vind precies maar mijn eind in zo'n karretje. Oké, wel jammer mensen. Dit is in tech natuurlijk al trappend. Ik vind het jammer dat ze op Minecraft dan niet fixen. Dat je iets zelf kunt besturen. Ja. En dan stopt hij in het midden van de weg en dan komt de andere tegen je klote gereden, zeg ik. Ja, dat is leuk. Dat gebeurt in tech ook zo nu. Stout! Daar gaat de gondoletta. Die gaan we trouwens niet doen. Die duurt echt veel te lang. Het gaat wel goed vlot, dat kinderspoor. Zijn we rap vanaf. In tech duurt de gondoletta 20 minuten, mensen. Hier op Minecraft duurt die ook gewoon 20 minuten. Dat is gewoon... En er gebeurt niks onderweg, dus ja. Tijdverspilling. Dat vind je dan dat gedrag van u? Tijdverschuiter, hè. Dat maakt aan de precies. Ja, dit is echt een dikke kale attractie, maar het is wel grappig. Ik vind dat attracties, als je zelf moet trappen, vind ik het leuk. Dan zijn er nog mee bezig. Als dat automatisch gaat, dan zit het daar maar zo. Als je trapt, dan zit het bezig. Daarom vind ik wel een leuke attractie. Stomme stinkje. Station Marrenrijk is een kaal station. En Jonas kan supergoed zingen. Toch? Point, 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 point. Nee. Geen reactie van Daniel Goh of Aars. Leugen. Zoals altijd weer. Oké. Eén audioserver is meer dan genoeg. Oeh, gondoletta. Die gaan we niet doen, die duurt lang. 20 minuten om precies te zijn. Duurt die niet zo lang? Ja. Die, oh, gast. Dat is de meest lange boottocht die ik ken, zijn in de gondoletta en er gebeurt niks onderweg. Want... Dan, het is een boottocht, het is geen... Ja, maar wat nee. Hoopt jij, jongen? Jo, wat hoopt jij? Alle boottochten... Boottocht is geen wilde rivier, hè, snoe. Ja, maar alle boottochten hebben wel elementen, hè. Mensen, jij snapt er weer niks van. We gaan niks vragen. Nee, jij kent er weer niks van. Ik vraag de vrienden wel ander aan. Maar dat is natuurlijk weer normaal, want gondoletta was eigenlijk geen bedoelde attractie. Dat was eigenlijk gewoon een testvaart voor Fata Morgana. Ja, ze varen met hetzelfde systeem. Oh, kijk dit mensen! Ja, dat is dat spel waar die acteur staat. Die staat zo stokstijf, dan denken de mensen van, oh, mooi standbeeld. Go! Dan denken de mensen zo van, oh, mooi standbeeld. En dan ineens... Ja, kijk hier mensen, de vliegende Hollander. Wat een Hollander is dat, hè? Nou, gondoletta dus... lekkere scheet van eigen deeg. Uiteindelijk was gondoletta dus zo populair geworden dat ze het, ja, hebben laten staan. Dus, ja. Wat is dat nu leuk aan zo'n boot? Ik weet niet, niks. Maar gondoletta... Ja, ik weet wel één ding dat leuk is, op de jenge dingen gooien. Zoals een flesje. Gondoletta, dat is eigenlijk gewoon varen, gebeurt niks. Schet, alle boottochten ter wereld, bijvoorbeeld Junglefart van Europa Park, heeft elementen dat je door... Een dorpje gaat met poppen en al, effecten gaan eraf. Ja, Jonas. Dat snapt hem weer niet. Wat? Ja, mensen, ik was aan het opletten dat iemand aan het vragen voor deze attractie open te zweren. Yo, mensen! Ja. We gaan nu de droomvlucht treffen. Fata Morgana is ook open. Dus. Ja, wat gaan we nu eerst doen? Een droomvlucht? Ja, laten we droomvlucht doen. Want ja, kom maar, ik ben er al. Want als ze op deze VIP's moeten wachten... Ja. Hey, dit is echt wel de meest saaie wachtrij van de hele Efteling. We moeten dat eens bezien.
Wat de fuck is dat hieronder, jongen? Je zwijft hier, hè? Precies ijs of zo. Dat is hier mijn itemframes gedaan, hè. Oh. Op sprookjeskracht hangen die sterke schoon aan de muur. Ja. Oké, begin maar terug op de neus als je in het karretje zitten, hè. Ligt er iets van ijs onder ons of zo? Die hebben we klaar, hè. Oké, daar komt het karretje. Amai, een rap karretje, hè. Geen bug, please. Het is wel handig dat ze zeggen wanneer de trein aankomt in een station. Ja, dat is echt, dat is chill. Maar het is kunnen wel... we ook, dat gaan we ook doen, Jens. Ja. Ik heb op Sprookjeskracht ook eens een stoomtrein kunnen doen, maar dat is echt miserie, jongen. Oké, we kunnen weer in, denk ik. Ja. Oké, intappen. Ik vind deze. Dat nog... ziet er niet slecht uit, joh. Het ziet er echt goed uit, joh. Het is niet echt mijn ding, droomvlucht, maar het blijft echt wel een prachtige attractie. Wel met die hangende gondels, dus, wij hebben anders. En dat is natuurlijk altijd weer up-to-date. Alles blijft mooi onderhouden. Het ziet er eigenlijk gewoon uit alsof die gisteren gebouwd is. Ja, ik heb die nog één keer gedaan, maar ik doe die nu niet meer eigenlijk. Als het rustig is, doe ik hem altijd, maar als het te druk is, voor het andere. Is er muziek, ja? Ja. Goed. Ja, scène 1. Ja. Ja, negers. Hoe was Villa Volta doen? Die hebben we nog niet gedaan op Sprookjeskracht. Ja, lang geleden. Ja, de laatste keer dan was er nog met ja, zo'n kutsysteem. Ja, Edelo, tubers. Leven is een strijd, zeg je toch altijd. Check dit, mensen. Goed gemaakt. Leuke tuinen. Jezus, elfjes of wat dan ook. Waarom altijd gewoon? Altijd gewoon die baron, jongen. Zo leuk is hij ook weer, hè. In het echt wel. Er zijn nog attracties hier, zo. We stonden eigenlijk eerst bij waar... Ah ja, de Bob. Ja, nee. Dat is een grote fout. Ja, en dan zeggen ze... We kunnen hem geen retrack geven omdat Intamin geen bobslees meer bouwt. Maar dat is geen uitvlucht, hè. Pak dan gewoon een andere bouwer. McRide bouwt ook bobslee. Al wat die... Gers Lauer ook. Wat die... Nee, dat is een bobsled. Dat is geen bobslee. Dat kan hetzelfde. Nee. Een bobsled is... Een bobsled als gewoon wilde muis in combinatie met achtbaan. Ja, ik ben niet onnozel, hè. Oké, dit zijn mooie poortjes, vind ik. Die donkere. Ja, weet ik niet. Toch, Pens? Toch, Pens? What the fuck? Zit iemand nu na te doen, Jens? Dat kan ik niet door de vingers zien. Ja, mijn vingers. Stikt ze nu ook. Haha, dan stinken ze. Ja, stinkt zo ook, hè. Mensen, als je gaat slapen met een juikend hol... Word je wakker met een stinkende vinger? Ha! Als je gaat slapen met Jonas, dan zullen we denken, the fuck, de vuilnisbelt. Die was zo slecht. Maar dat is deze sterrentunnel. Ja, deze vind ik wel tegenzitten. Oh yeah, my name is Daniel. Oh. Dit is veel mooier met particles. Ja, dat is jammer. Jullie gaan zien, mensen, binnenkort komt er een... Ja, op Sprookjeskracht is in de volgende scène models. Ze hebben ook kastelen van models gemaakt, dus we zien wat hier is. Ik ben benieuwd. En we hebben hier een carnaval festival. Oh ja. Dat die is ook open, denk ik. Nou, ik ben benieuwd naar die modellen.
Ja, hier hebben ze het dus niet gedaan, dus dat is al minder. Dat is een minpunt, mensen. Tot nu toe, mensen, vind ik die van Spurgeskraft beter. Nou, ik heb dat lang niet meer gedaan, dus ik moet dat echt allebei eens doen. Nou, ik heb Carnaval Festival niet meer gedaan, maar ja. Ik wil er nog wel eens doen voor een video. Als ik nog eens naar de Efteling ga. Die corona shit verpest alles. Ja, echt een nicht. De hele planning is in het water gevallen. Ja. En je had geen vis-outfit bij, dus je hebt het niet kunnen opvissen. Ja, vissen dat doe ik niet, want dat wist ik niet. Jij hebt zo geen vis, mensen, wat een meet. Wow, we komen hier terug boven. Platoon Kou vis fritten, ja, die is voor geprepareerd. Kijk, check hier, hè. Gaan we helemaal rond. Nou, nu zijn we hier, nu gaan we een beetje rapper. Ja, hier ook weer. Die zijn het echt ook, of wat? Ja. Ja, en iedereen pijst al. Iedereen denkt altijd dat je hier 200 per uur naar beneden gaat. Hoeveel vaker naar beneden, Jens? 28. Amai, dat is nog wel rap voor zo'n... 20. Welk type is het, Jens? Ja, dat is dark ride, zo, ja. Maar dan met hangende gondels. Ja, op Sprookjeskraft hebben ze hier een hangend liaan gemaakt aan het plafond. Ook mooi. En er valt regen, hier is er eigenlijk niks. Maar dat wil ik nog echt in echt een flank leggen. En beneden is er op Sprookjeskraft een wipplank. Ja, we vergelijken het continu met Sprookjeskraft. Ja, maar wel anders. Maar je kunt natuurlijk altijd extra dingen toevoegen. Ja, ja. Mooi, mooi, mooie scène. Ja. Het is echt wel een mooie scène, dat je zo echt een klein beetje rapper in de spraal naar beneden gaat. Dus al die bomen. Ja, dat is goed gemaakt hier, hè. Gaan we nog iets doen naar deze, of is deze de laatste van de hoe lang? Video? Ik weet niet hoe lang we bezig zijn. Hoeveel rides hebben we getroffen? 3? Ja, 3, maar ja. Ik weet niet, dit is een lange, hè. We kunnen het ook beter man via maken van iets meer dan 10 minuten ofzo. Ja, dus mensen, oh, wij zijn bovenkant op mijn kloten. In de volgende attractie, de volgende video gaan we waarschijnlijk de vrienden Hollander treffen. Ja, maar, gaan, ook is ja een... misschien, maar sowieso gaan we daar ook Carnaval Festival doen. Ja, ook is een video van Sprookjesbos weer. En een video ja. Van Volk van Waaf. Nou, Vogelrok wil ik ook wel zien. Ja, nee, dat is overal hetzelfde. Nee, overal dit op niks. De Python, dat is hetzelfde. Omdat, oh. Oeh, nice particles, mensen. Maar in Dark Rides kun je allemaal verschillen verwachten. Goed. Bom, dat was hem. Ja. Mooie Dark Ride. Kijk, hoe heb je dat gedaan, gast? Wat? Ah, zijn Stone Stairs. Ja, die zijn er in 1.15 waarschijnlijk. Precies, kun je ook water helemaal, als je een cobblestone zet en je zet daar water rond, dan is heel die cobblestone onder het water, snap je? Huh? Op 1.12 dan, als je daar water rond zet rond een cobblestone wall, dan is er nog een heel stuk waar geen water zit, zo. Ah ja, ja. Oh, de beugel! En op 1.15 is dat dus wel, dat is nice. Oké, aan het einde... Hij is stuurbaar, denk ik, wacht. Ik kan er niet uit, want de beugels zijn wel open. Ja, ah, we zijn eruit. Ja, welkom in de dingen. Nice. De souvenirwinkel. Oké, we gaan naar buiten. En ja, hier zijn de foto's, die zijn er natuurlijk. Ja, dat hebben ze nog niet overal hoor, foto's. Ja, een typisch Efteling pakje dat hij aan heeft. Oké, okay, dan, ja. dan houden we hier op. Dus dan zien we jullie de volgende video bij de volgende attracties. Yep. Dat was weer leuk in de Efteling. Oh jezus, hier zijn we bij de stoomtrein. Check deze, joh. Ja, dat hier is, zit je, jongen. Dat is stoomlocomotief Neufje. Oh, dat is mooi, jongen. Oké, maar ja, dit was de video. Tot de volgende video en ciao. Later.